Ik ben Jordi. En ik ben Rob. En we zijn Minecraft 17 en dit is part 1 van Group Survival. Dat is onze vierde line die we nu starten. Dus we hebben Let's Play. We hebben Destroy in Seconds. We hebben de Roblox Tour. Waar we van ook af en toe nog een random thing bij doen. En we hebben dan Group Survival. Alleen hij was net gecrashed toen we een beetje ver waren en ja, toen we waren ons kwijt, dus we hebben een beetje weer teruggebouwd en ja. Ja. Ja, we gaan beginnen. Okay. Waar waren we toen ook weer mee bezig? Ik ben alleen vergeten de items af te doen. Oké, ik ben nou ook aan het opnemen. Live. Yep. Nee, niet live. Yep, nee, niet live. Okay. het is gewoon ja, lokaal dus. Ik kan het opsturen. Oh jee. Zo. Is goed. Verdorie, deze chest blijft openstaan. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar. Oké. Okay. Dit is klein, maar als je erin kijkt, die dicht. Ja, ik weet het. Dat is ook fout als je iets er. Dus bij deze ook. Doet. Dan uit. Oh jee. Ik had het gefixt, maar nu is het niet meer. Maar goed. Meer. Ik heb al. Hoeveel pickaxe heb jij? Gewoon 2. Oké. Okay. Ja, stompje van het touwen. Ga je weer van het pool? Oké. Déjà vu. Question nog 1. Wou de eerste en tweede die ik in kan doen. Dit is een grote plek, twee. Voor mij doe je maar. We verzinnen toch altijd de plek, het maakt niet uit. Oh, ik weet nog 2 leuke filmpjes die we in de Roblox Tour gaan doen. Ik denk dat jij ook wel weet dat ik wil. Oh, lag. Hoezo? Nou, we hebben het een paar keer gespeeld. Ik ben het niet helemaal aan het volgen. Ik heb met jou samen gespeeld hebben. Vond jij wel leuk? Waar ik met de dingen in schrok en toen naar beneden sprong. Dat was dus ook bruine drongen en toen kwam ik even. Hoe heet dat level? Dat is CP nu. Oh, SCP. Ja, dat ja. Dat heb ik in de tour. En ik heb Bloody Mary nog wel gevonden. Oh ja, Bloody Mary, die heb ik al uitgespeeld. Die nieuwe? Dat je op de glazen brug eindigt? Nee, je eindigt op de glazen brug. Want bij die Bloody Mary dingen daar eindigt. Oh ja, in zo'n glazen buis. Ja, in zo'n glazen buis. Ja, daar ja. Ja. Ja, maar die zijn niet afgelopen, die zijn niet helemaal afgelopen. Nou, er staat hier continue. To be continued. Want ik kon nog verder lopen daar beneden, alleen dat was niet meer. Maar ja, die andere filmpjes zijn nou niet opgenomen, hè? Die van Minecraft, toen we hier waren, bezig waren, denk ik. Nee. Want, hoe noem je dat? Dan moet je toch weer over de site eventjes vertellen, hè? Oh ja, we hebben een site. Zet de description. Zet ik in de description, die staat er nog niet op, dus dat is opnemen. Want ik heb opnemen dat ik niet direct kunnen uploaden, wat wel leuk is. Dan snap je dit wel. Ben bezig met mindtimevideo.nl. Ik zie alleen nog een webverhouding downloaden.
Ja, dat vind ik wel gelijk. En als je het andere idee stelt, alsjeblieft in de commentaar. Dat zou echt fijn vinden. En, oh ja, we kunnen die gewoon momenteel. Nou ja, straks is echt heel vaak bekeken. En ja, als je zo doorgaan, dan vind ik zeker doorgaan. Ja, dan zit het helemaal boven gewoon nooit, maar. Het zou wel leuk zijn, sowieso 1000 views per keer op die kop op. Hé, je microfoon staat een beetje zacht voor. Misschien moet ik wel harder praten. Wacht, een momentje. Een moment, hoor. Nou, ik kan hem niet harder zetten, hij staat op zijn hart. Oké. Okay. Dat hij geluid niet zacht. Nope. Weet je wel, ik praat gewoon wel harder. Is het zo goed dan? Ik heb nou mijn volume 5 ding omhoog gezet. Is het zo beter? Ja. Oké. Heb jij... Sorry. Heb jij stacks voor mij? Die wil ik even... Hey. Oh, hier heb je stacks. Wat een stack. Ik heb er 11 nodig en ik heb er pas 4. Dus ik moet er nog 7. Ik heb nog 7 stacks. Kijk, een bankje. 7. Is er niet en een stoel van Nicky. Ik moet ook nog steeds maken, dus. Hoeveel heb je er nodig? 11, maar ik heb er al 4, dus. Ik moet er nog 7 hebben. Hey. Hoeveel nog? 5. Het is goed, zijn het er 5. Yep. Ze moeten echt iets aan Minecraft servers gaan werken, want... Ja, dat doen we. Echt, echt. Ja, maar dat is niet volgens mij niet in Minecraft zelf. Ik denk dat het die bug is. Met die bug... Ze moeten ook fixen. Die down... Je kunt Minecraft servers bijna niet meer downloaden via de site, hè? Ik kan... Huh? Wat? Ik kreeg hem niet normaal gedownload. Ik wel. Je moet hem eerst keer downloaden dat hij meteen opstart. Dan nog een keer en dan kan je normaal downloaden. Dan is er iets mis met jouw computer. Dat was het met mijn broertje. Dat maakt niet uit. En ze hebben natuurlijk die LAN... hoe heet dat? LAN? LAN? LAN wil ik moeten fixen. Dat is wel veel fijner. Dat is allemaal niet op server. Wat, LAN? Ja, LAN wil ik. LAN, dat moet jij niet hebben als ik mee wil doen. Hoe bedoel je? LAN is alleen maar met jouw internet, hè? Iedereen die is aangesloten aan jouw internet. Dat weet ik. Dus daar kan ik niet mee doen. Als je een keer langskomt kan dan wel, dat is een stuk makkelijker. Ook verkeken. Oh, ik ben echt andere spellen gewend. Ik druk telkens op escape voor mijn items in plaats van E. Moet je hem in Minecraft doen. Nee, je moet de site bijhouden, dus waarschijnlijk ga je ook over de wanneer was de laatste keer dat je live hebt gefilmd? Een hele tijd geleden. Ik vond dat ik niet echt zin had. Kunnen we tegelijkertijd ervoor dan? Ja, ik film eigenlijk alleen als jij er bent. En nou is het nou is het niet live, nou is het lokaal. Ja, snap ik. Ja, is ook bijna zo. Is zo meteen weer terug. Als van 7 tot 8, dan ben ik op 9. Zodat we en dan is het echt groep survival, nachts gewoon duo survival. Ja. En ik is Kees hangt hier wel erg doen. Moet je dat nou blokkeren? Wie? Jij. Wat? Ik kan. Van? Van Kees.
Heb je toevallig een pickaxe voor me? Wat? Heb je nog een pickaxe? Je microfoon gaat echt steeds zachter. Heb jij nog een pickaxe voor mij? Nope. Dang it. Kan ik je naar beneden graven of niet? Ja. Cool, monsters. Ik ga de andere kant op, ik heb een soort van splitsing gemaakt. Ik heb dat gezien. That's a great idea, man. Bing. Hopelijk vinden we iets van de spannend ofzo. Look. No, my pickaxe is broken. Heb jij misschien een workbench bij? Hallo? Ja? Heb je een workbench bij? Nee. Out. Nee. Jezus! Hey, het gaat net op de, over de Bijbel op de tv. Got the feeling. Zo. Jezus. Ik word weer gek van die lijk. Maar ik heb het nou niet meer zo erg last van. Hoe meer je speelt, hoe minder lijk je krijgt. Dus ik heb nou wel lijk. Geen hout. Soms schiet ik dus een keertje de tijd terug in, maar dat maakt niet uit. Nou, ik heb gewoon hier lekker hangen dat je dan meer blokjes plaatst, weet je wel. Hoe het lang duurt dat je in de kist kan. Irritant! Oh ja, dat vroeger ook. Dan opende je een kist een kwartier later, als je buiten stond, had je ineens een kist in je scherm. Hey, rustig aan, Earl. Ik voel me niet al weg. Oh ja, we hadden het in de vorige part ook over gameconventie, toch? Ja. Moet ik ook opnieuw doen? Oh ja, we gaan meteen naar een gameconventie misschien een keer uit. En Nicky wil dan een Minecraft cube of zo, dus ik wil dat, dus ik wil dat, bla bla bla. De rest van de grappen laten we achter ons hebben op. Nou ja. Niet zo'n goed idee. Ik denk dat ik een commentaar kreeg van Nicky, want ik wil er wel over zeggen. Mooi geplaatste torch bij de ladder. Ja, perfect, hè? Hoe kom je aan redstone? En een prijs maar. Echt een rare, er zit zo'n bug en ik pak het zo... Wow, sluit niet... Oh, wacht. Nevermind. Ik dacht dat je de ingang hebt afgesloten, maar wacht niet, ik wil de verdieping nodig hebben. Sukkel. Ik ga slapen. Hebben we geen hout? Nee. Serieus? Oh, dan haal ik het wel even tijdelijk van de muur af. Ik heb 5 slaapplaatsen. Haal het niet het witte hout, hè. Achter de schilderij zit nog hout. Ga liggen! En ja, dan maken we later zo'n geheime oude gang in. Verdorie, ik kan niet slapen omdat ik... Ik kan only sleep at night. Ja. Ja, nee, dag. Ik kan toch slapen. De mensen moet minimaal de helft van de mensen in de bed liggen. Dat kan iedereen slapen. Ik kan je vertellen dat we genoeg over zijn. Auw. Joh, auw. Steen. Boeken. Boeken. Oké, wacht even. Ik ga even iets craften, Jordi. Kijk. Een helm, denk ik. Het is hint. Krijg hem er niet 1 helm. Nee. 2 helm. 3. Nee. Rob, uit het raam. Dat gaat niet. Kijk uit het raam. Ik sprong net voor langs. Nou, als ik uit het raam wil springen, dan moeten we eerst eventjes Smart Movement Mod erop zetten. Geen tijd voor. Kom, we maken die toren super hoog.
bovenaan de bedden gesloten. Dan loop ik allemaal op en neer, ik weet niet eens wat ik... Ik ga hout hakken. Goed zo, ga dat maar doen. Dat had ik ook nodig. Dan zeg ik tegen jou, nee, ik wil niet. Wat de ingang van het huis? Wat de hek is die? Waar de hek is onze ingang? Hoe hier? Wow, of. Ja, die lik hier op. Dat ding weer. Ik heb lek. Weet je wat? Moet light uitzetten, dan lijkt het net echt Minecraft vroeger. Old style, weet je wel. Old school Minecraft. Ik begin een beetje te laggen. Maar dat kan best zijn omdat ik ook nog aan het opnemen ben op volle kwaliteit, wat niet zo slim is. Maar ja, boeien. Dat wordt wel waarschijnlijk verminderd bij het werken. Ja. Oh ja, we hebben ook nog zo'n intro maker toch? Ja, we zoeken iemand die intro... een intro maakt. Hout. Eentje maar. Nee, je doet het, ik ben bijna dood. Ik heb geen hout, ik kan nou hakken. Nee, ik was vertrokken zonder pickaxe. Of zonder axe. Ik kan er niks aan doen. Hoeveel hartjes heb je over? Twee. Dat is niet één slaan, dus je hebt gewoon binnen kwijt. Auw! Hoezo val jij? Wat doet die skelet hier? Slaan op zijn neus. Auw. Ebbes. Ik heb nou maar 3 hartjes over. Ik heb 1. It's a giant problem. Ik dacht even dat ik een gebouw zag, maar dat was niet. Er staat er wel in de jungle. Oh. Van mossy stone. Nee, we hebben hier een zwevende boom, omdat ik ben... Ja, Nicky's. Omdat je dat... Je bent die mod gewend van de realiteit. Nee. Toen ben ik gewoon vergeten boven me weg te hakken. Ga weg. Ga weg. Hoe wil je helpen? Dat gaat niet eens dus. Boven je, Rob, je weer boven je. Weet ik. Maar ik wou nog even eentje naar beneden. Ondertussen deze boom die weg. Nou, heel de jungle weg minen. Dat is ook het main doel, heel de jungle weghalen. Zodat er geen boom meer over is. Alleen die grote laten staan. De rest van de verwijderen weg. Ik kan tijd reizen, ik kan terug in de tijd. Ja, dat heb ik ook soms. Er is een nieuwe mod in Minecraft, Time Machine. Je kunt 3 seconden terug in de tijd. Ah, het is wel handig als je ontploft door een creeper, want die achter je staat. En dan is het weer tijd te lezen. Maar dat
Mijn Minecraft loopt heel erg vast een beetje op het moment. Record op lagere kwaliteit, Rob. Doe het nou. Het hangt van je leven af, Sugarcane. Het hangt van je leven af. Ik ben veilig. Zo, ik heb alle sticks al gemaakt, dus maak je maar niet terug. Uberlek, activate. Yep. Hey, jij kan niet meer gelijk. Zo. Waar heb je hout uit de muur gehaald eigenlijk? Ik heb niks uit de hout uit de muur gehaald. Ja, dat was gewoon een grap. Nee, ik wil een ender chest maken. Oké, ik ga eerst op zoek naar obsidian. Ik ga dan op zoek naar... En dan moeten we op zoek naar blaze powder. We hebben alleen heel veel... We hebben heel veel obsidian nodig. Ja, voor eerst voor de nether. En dan voor de dinges. Zelf nog twee. En ik schiet weer terug in de tijd. Oh ja, dat is ook opnieuw lopen. I don't like the looks of this. Looks of this. Overal zit de cocoa beans in. Ik start zo wel een farm. Minecraft is zelf wel makkelijk een farm nou, dat wil ik misschien wel doen. Daar is het gewoon saai. Waarom loop ik dan? Oh ja. Wow. Is het fijn zo? Kijk. En dan ben je eigenlijk al aan het filmen. Ik denk dat hier part 1 stop. Oké, dus. En dan stop nog part 1. Natuurlijk meteen direct daarna part 2 en dan spreken we weer in part 2. Later.